Evert, er werd niet gevoetbald op 2K, maar we hebben wel mooi voetbal gezien op de Mid-Mid Cup. Wauw. De Mid-Mid Cup, de WK-editie, was van een fenomenaal hoog niveau. Je zegt het precies sarcastisch, maar ik vond het wel echt van een hoog niveau. Ah, nee, ik meen dat echt. Ik heb van 11 uur 's morgens heel veel wedstrijden bekeken. Het niveau lag enorm hoog. De winnaars, Servië, is wereldkampioen geworden. Hadden een geweldige ploeg. Een shout-out naar Redan Elmadani, de MVP van het toernooi. Die was echt waanzinnig goed. Speelt in de eerste ploeg van Capelle. En was echt weergaloos goed. Het was echt likkebaarden. We gaan onze laatste week in. Ja. Zie je het nog zitten? Ja, we blijven met de beste 4 landen over, dus natuurlijk zie ik het nog zitten. Ben je niet moe? Nee. Ik heb echt zo'n injectiespuit van energie gekregen vandaag op dat toernooi, op die Mid-Mid Cup. Mooi. Ik vind het vooral raar dat de mensen ons niet moe zijn. Misschien wel, maar er kijken misschien zo weinig mensen dat we dat niet binnenkrijgen, dat weet ik. We hebben opnieuw 2 fantastische gasten. De ene legde er al eens eentje binnen, de andere riep al eens binnen. Welkom Sisse Severijs en Frank Raas. Gasten, eerste match 5-0 gewonnen. 7 golen binnen later, denk ik. Dat kan gebeuren. Vamos Uruguay! Wat een held, Karel. Goeie keeper toch? 7 golen binnengelaten. Sisse, hoe gaat het met u? Heel goed, dank u. Mag ik eigenlijk Sisse zeggen? Ja, tuurlijk. Ja? Is dat uw echte naam? Nee, mijn echte naam is Francis. Oké. Okay. Er gaan toch weinig mensen zijn die zo bekend zijn met hun bijnaam? Want ik denk zelfs dat commentatoren vroeger Sisse zeiden. Wij zeiden Sisse, ja. Want het is ook Sisse, hè? Bedoel, Sisse is de afkorting van Francis, hè? Bedoel. Ja. Dat is Sisse, ja. Het is eigenlijk gekomen omdat destijds Siske Godis op de Antwerp speelde. Siske Godis, een klein manneke, ja. Goede voetballer. En die is weggegaan. Ik was dan al 16-jarige, ben ik bij de groep gekomen. Maar dat was Siske. En Siske was weg, dus Siske is gekomen. Mooi. Oké, Frank, wat voor type speler was Siske Severijs? Snel, bewegelijk, doelpunten, neus. Dat is zeer zeker. Ja, altijd ja, snel, hè. Snel, eerste meters. En ook wel slim, moet ik wel zeggen. Je bent ook niet klein. Nee, maar wel. Groot ben ik toch niet, hè? Ik ben 1,77 meter op een en 1,79 meter op een ander. Mooie omschrijving die Frank geeft. Toch wel. Jawel, is jawel. Snel, hè? Vind, technisch niet de allerstrafste, maar toch technisch goed genoeg. Ja, zo heel efficiënte techniek. En ja, doelpunten maken. Hè. Als je op Wembley scoort, dan kan ja, je carrière niet meer kapot. Hè. Hij is toch ook wereldberoemd geworden met de Severijns lop. Stiftertjes, hè? Stiftertjes. Lop niet echt, hè? Stiftertjes. Voor de keeper en hop. Ja, Preben Larsen deed dat ook zo, check zo. Op het einde dan altijd de koelbloedigheid ook om af te maken. Hè. Maar wat bedoelt je dan? Niet zoals een Bocanium echt scheppen? Nee, dat was eigenlijk meer. Frank zegt dat ik snel was. Ik was niet traag, maar ik was vooral heel snel de eerste meters. Ja, ja, en dat gaf ik dan niet meer af. En ik denk dat ik in mijn versnelling op een gegeven moment nog even kon versnellen. Mm-hmm. En dat de keeper dacht dat me ging hebben. En dan nog iets versnellen en op het moment dat hij in de hoek dat klein tikje kon geven. Ik denk dat vooral Peruzzi was. Ja. En dat is iets wat ik nu wel mis. Je ziet dat niet zo heel veel niet meer. Hè? Nee, Radzinski had dat ook, maar die was nog sneller. Hè? Ja, die was heel snel. En heel, op het eind van zijn carrière, echt wel. Heel die carrière wordt ergens wel opgehangen aan die goal op Wembley, maar we waren daar straks hierboven in onze mansion al zijn carrière een beetje aan het overlopen. Ja, het is wel veel meer dan die goal. En dat was ik zelf ook soms vergeten. Hij heeft bij het fantastische KV Mechelen gespeeld, maar echt wel het KV Mechelen, dat Europese topklasse lang was. Lang zijn we bezig. Pisa. Het is er al gevallen. Pisa ook, hè. Pisa. Heeft hij niet in de Serie A gezeten? Allee, ja, dus wel weinig goals gemaakt. Dat is een feit. Het liep op een sisser af, hè. Ja. Dat moeten we wel bijzeggen, maar het was toch een mooie periode, veronderstel ik. Hè. Jawel. Als je het Italiaanse voetbal op dat moment was wel echt top. Hè. Ja, dat is hetgeen dat nu in Engeland is. Hè. Ja, dat is waar. Ja, als je daar gaat kijken, bij Napels, Maradona, Careca,
bij Milaan. Gullit van Basten, Rijkaard, Rudy Vuller. Je hebt tegen Maradona gespeeld. Ja, absoluut. En? Ja. Was Mario Been daar ook niet? Ik kon wel voetballen, ja. Nu verwacht ik een of andere spectaculaire anekdote dat die Pisa op starten heeft. En eigenlijk een heel... Mijn ex-vrouw die heeft er nog bloemen van gekregen. Oei, kan geen toeval zijn. Nee. Een heel mooie vrouw, moet ik zeggen. Ja, maar voor mij de mooiste voetbalvrouw in het Belgisch voetbal. Maar Ilse, hè? Je hebt ondertussen is het niet... iedereen nu aan het googelen. Nee. Je hebt toch ook aan de mij gekeken? Ja, maar toen, dat kunnen we ook wel verwachten. Ja, ik vond dat een mooie vrouw, Sisse. Dat... Ja, maar dat is ook zo. Daarmee dat ik het zeg, je hebt mij toch ook altijd al goed overeenkomen, hè, jullie. Ja. En Maradona heeft uw vrouw bloemen gegeven. Hoe komt dat dan? Ja. Maradona werd toen verkozen als beste voetballer, wereldvoetballer of wat dan ook. Of van het Italiaans voetbal, ik weet niet meer juist. En dat was bij ons toen dat wij... Pisa, Napels. En die heeft dus heel veel bloemen gekregen. En op een gegeven moment, na de wedstrijd, stonden wij daar te wachten. En de vrouwen en dergelijke waren er ook allemaal bij. En de bus stond eigenlijk tussen... Je hebt het stadion van Pisa en dan heb je zo een muur er rond eigenlijk. Dat was ommuurd. Hè, zo. En daartussen stond de bus. En ja, op een gegeven moment, die moest naar de bus, maar die had een hele hoop bloemen bij. En alle vrouwen die hem tegenkwam, gaf hij een bloem. Dus in die zin heeft hij... Charmeur. Ja, verlassen. Ja. Dat is mooi. Maar Been speelde er toch ook, hè? Mario Been speelde daar. Speelde dan ook bij Pisa met hem. Ja. Mooi. Je speelde wel ook voor Antwerp en voor Beerschot. Ik speelde voor Antwerp en voor Germinal Ekeren, ja. En dan is de fusie gekomen met Germinal Beerschot Antwerpen gekomen, hè. Nou, is dat zijn... heiligschennis, Frank? Nou, er zijn er nog. Hè. Ik bedoel, Dirk Goossens. Mark van der Linden. René de Saaier, Mark van der Linden. Joren Dom. Ja, er zijn er nog vele, hè, maar Sissen is dan ook toch wel een Antwerpman. Ik wou het vragen, ja, dat... meer rood of paard, maar meer rood. Hè? Nee, ik ben Antwerpen. Patrick Goots, trouwens. Maar ik heb wel sympathie voor... En ik ben heel chauvinistisch. Dus ik ben voor alle Belgische ploegen, als ze Europees spelen... Ben ik daar wel voor, in ieder ander welke sport, waar de Belgen aan top zijn, daar ben ik ook voor. En ik ben in die zin ook chauvinistisch voor Antwerpen. Dus ik gun Beerschot ook wel een overwinning. En ik zou ook niet liever hebben dat ze volgend jaar terug in eerste spelen, want dan hebben we ons een derby terug. Dus dat is... Maar ik ben op en top Antwerp sporten, laat me dat duidelijk zijn. Ja, en los van Antwerp en Beerschot heeft hij zowat elke ploeg in Noord-Antwerpen gehad. Ja. Tussen uw 35ste en uw 50ste. Nee, hè? Gorent, Malle, ja. Capelle. Malle niet, hè? West-Malle, hè? Oh, wow. Zeg nooit Malle tegen West-Malle, hè? Okay, nee. Dat hem niet meer. Want je hebt ook Oost-Malle. En ik heb zelfs gehoord dat hij nog altijd voetbalt. Nu nog? Ja. Ik heb tot vorig jaar eigenlijk altijd nog gevoetbald bij de Charles van de Mintjes. Dus, Karel Mintjes. Karel Mintjes, hè. Meubelfabrieken Karel Mintjes. En daar heb ik dan tot vorig jaar eigenlijk... Dus een broer vorig jaar wel iets. Knecht van Eddy Merckx, hè, wielrenner. Hè. Ja, ja. Een broer was, ja. Ja. Zet in het team van Eddy Merckx bij Molteni. Ja, okay. Frans Mintjes. Oh, klein beetje. Meesterhelper van... de podcast. Ja. Meesterhelper van, van de... Onze Neri. En ook eigenaar van de gronden van Antwerp. Zijn ja, klopt. Enzovoort, ja. Ja, ja. Ja. We hadden het al over uw doelpunt op Wembley in een Europese finale. Was dat het hoogtepunt? Goh, het hoogtepunt. In die zin is dat wel een hoogtepunt, omdat dat iets dat de mensen blijven herinneren. Ik krijg dat wekelijks nog één of twee keer te horen. Van, echt? Ik was erbij. Dan zeg ik altijd, ik was er ook bij. maar ja... Het hoogtepunt in die zin niet, want uiteindelijk verlieren die finale. Slechte match van Antwerpen. Ja. Wij hebben, ja, zij waren gewoon te sterk. Ja. Maar alles kon. Als je dan heel die weg naar daar, konden wij iedere wedstrijd konden wij eruit liggen. En iedere wedstrijd zijn wij doorgegaan. En wij staan 2-1 voor, ten, denk ik, 88ste of 89ste minuut. En we krijgen daar een corner. En Wim Kiekes, die normaal gezien heel goed is met de kop, die kopt daar zo ver naast. Eigenlijk hadden we daar... 2-2. En dan had verlenging geweest en dan had ik waarschijnlijk toch nog wel gescoord. Waarschijnlijk wel, ja. Dus maar het schoonste vind ik, en dat haalde hij daarnet ook aan, het was nog het oude Wembley. En dat dat wel echt iets mythisch. Dat is de finale van ook, nee? De finale van 66. Ik denk de finale van Euro 96 was ook nog het oude Wembley met die twee torens vooraan. De Cup Final ook altijd. Hè? De ja, cup final. Je haalt dan een... Daar keek iedereen. Ja. Cup Final. Dat was vroeger een feest met de gezangen vooraf. Ja. Dat stonden wij allemaal uit op de VRT. Je kan een Europa Cup finale spelen in het stadion van Lens.
ja. Bij wijze van spreken. Of gelijk Mechelen in Straatsburg, maar je kan het ook op Wembley spelen. Dus je hebt een geluk gehad dat het dat jaar op Wembley was. Hè? De Wembley. Meest iconische voetbalstadion, Wembley? Poeh, ik vind Milan ook fantastisch. Ja. Die torens op de zijkanten en dan die trappen. Maar Wembley, ja, uiteraard. Ja. Ik heb hier nog Bernabeu, Maracanã, Azteca. Maracanã is ook verbouwd. Hè. Dus vroeger was dat 200.000 man. Hè. Ja. Je hebt de finale van het WK in 1950 tussen Uruguay in Brazilië tegen Brazilië. Brazilië verloren was 200.000 man. Ja, zot. Onwaarschijnlijk. Dus de meest, of de talrijkste toeschouwersaantallen ooit. Er zijn ook 4-5 mensen gestorven bij het buitenland en zo. Ook omdat Brazilië verloren. Oké. Er zijn al sinds 11 Belgen die op Wembley gescoord hebben. Ja. Sisse, jij werd een derde. Ja. Denken jullie dat jullie de rest kunnen aanvullen? Ik denk het wel, ja. Een belangrijke tip is misschien wel dat Tottenham bij de verbouwingen van hun stadion op Wembley gespeeld heeft. Ja, oké. Ja. Dus bijna allemaal. Dus Sissen is al de derde. Ja. Wie zijn de eerste twee Belgen die op Wembley Cornelis gespeeld hebben? Cornelis van Anderlecht. Ja, ik ken er ook nog een van onze Paul. Paul van Imst. Paul Gazon. Ja. Dezelfde match, 2-2. België-Engeland. Engeland-België. Is een te gemakkelijk niveau. Heel goed. Naast Sissen. Linksback, hè, Cornelis. Hè. Scoorde als linksback. Ja, Origi ben ik zeker van. Origi is de laatste. Fellaini. Als ik me niet vergis. Tielemans. Fellaini. Allemaal al juist? Tielemans, allemaal juist. Amai. Hazard is juist. En dan, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne is juist. Nog drie. Hoeveel hebben we nog? Nog drie. Chadli? Nee. Niet met de nationale ploeg. Was, alhoewel, nee, die was toen niet weg. Met Tottenham. Met de nationale ploeg zelf niemand meer, denk ik. Hè? Denk het ook niet. Lukaku. Ja. Ja. Wacht, hè. Batshuayi niet. Hoeveel hebben we nog? Vertongen. Twee nog? Ach, twee, ja. Maar dan bedoelde bij Tottenham eigenlijk. Ook tegen Tottenham, hè. Dembele. Ja. Ah, tegen Tottenham. Tegen Tottenham. Ik heb nog Benteke en Company. Benteke, natuurlijk. Die heeft waanzinnig veel goals in Engeland. En Dries Mertens heeft ook eens op Wembley gespeeld, hè, met de nationale ploeg. Ja? Ja, 1-0 verloren. Ja. Begin van Wilmots. En toen heeft hij Cahill geblesseerd. Dries. Ja, met dat duwtje. Ja. Juist voor en niet mee het WK, toernooi, waar we niet naartoe en niet mee gingen aan het WK. Hè? En Cahill was uit voor het toernooi. Ja. En Dries is toch de sportiviteit zelf. Hè? Serieus. Leuk weetje daarover, die zijn elkaar daarna eens tegengekomen, ik denk in Dubai. Ah, in Dubai. Toen zei Dries, na lang twijfelen, ik ga die een drankje trakteren om sorry te zeggen. En die Cahill, die keek Dries aan en zei, who are you, sorry? Die was dat gewoon helemaal vergeten. Nee, het was niet gespeeld van arrogantie, hij was dat gewoon oprecht helemaal Je wist vergeten. Effectief niet wie Dries was. Maar die heeft, dat, zoals, maar heeft dat toernooi gemist. Hè, daar. Ja, ja. En hij speelde normaal basis. Hè. Ja, dat is zoals Messi die niet wist wie nummer 19 bij Nederland was. Dat is te begrijpen. You number 19. Weghorst, Mertens. Zo werd jij ooit dicht bij een WK. Ja. Wel een aantal caps voor de Rode Duivels. Hè? Ja, ik ben 8 keer geselecteerd en 7 keer gespeeld. En ik heb eigenlijk een WK gemist omwille van het feit dat er iemand Belg geworden is. Weber. Ja. Paul van Imst. Ja. Ja, dat was eigenlijk een... Ja, Ik heb destijds ook met Anderlecht eens gesproken voor naar daar te gaan. En dat was ook net van hetzelfde. Dan speelde België tegen Zambië. En dan werd er gezegd met Van de Stok destijds, vader Van de Stok. Je zegt, van, er kan nog één ding gebeuren. Als Weber vanavond een keer of 2-3 scoort, dan moeten wij hem nemen. Het was België-Zambië, 9-0. En ik denk dat Weber 5 keer gescoord heeft. Dus dat waren zo'n 2 dingen die met Weber... Laat zou de racist worden. Hè. Wat ik niet ben, trouwens. Hè. Laat duidelijk zijn. Dat is, Wilmots was ook heel boos toen. Maar ik Wilmots was toen heel boos. Hè. Dat is raar, hè, want nu is dat toch veel normaler. Ja. Thomas. Ja, maar destijds was dat niet echt. Hè. En uiteindelijk denk ik dat er 23 meegegaan zijn en dat er 4 zijn afgevallen, waaronder Gert Vrijen. Die is als middenvelder eigenlijk afgevallen. Ik ben als spits afgevallen. Naar nog een keeper en een verdediger die ook afgevallen zijn. Ja, Weber is specifiek genaturaliseerd geweest. Om mee te dat doen. Omdat er nooit is laat dat is straf. Dat zie je zelden wel. Maar Mark Wilmots was ook veel te doen om Stroepar. Ja, dat was ook zo. Hè. Ja. En Vidovic was ook zo. Zoran Vidovic. Ja. Het is anders als je van in je familie een dubbele nationaliteit hebt. Dat was bij Weber helemaal niet het geval. Nee, hè? Nee maar vanaf dat je 5 jaar in België speelde, dan kon je genaturaliseerd worden. Als je niet
Dat was Cisse Severijns en Taille USA. Hè. Daar was ook heel veel om te doen. Allee, vooral bij de fans dan. Taille USA. Taille is ook niet meegegaan. Taille Yippie was dat. Frank, Evert en ik hebben vandaag commentaar gegeven op de finale in de Midcup. Oh. Misschien moet jij onze prestaties eens beoordelen. Met punten en zo. Ja, welkom, dames en heren, bij de finale van de Midcup. Naast mij Evert Winkelmans. Het is een echte kraker, Sam. Ik ben content met de finalisten. Het is Servië tegen België. Hoppa! Hij maakt de 1-0. Oh! Het licht valt uit, dames en heren. Wat gebeurt natuurlijk bij live televisie. Servië maakt het hier voor de Russen helemaal af. Opvallend ook bij België in de basis van den Borre. En die man heeft twee horloges aan. Zijn manager is Velkovic. De start van de tweede helft met een 3-0 voor Servië. Oh, oh, wat een missen van België. Jongens, keeper. Ik kreeg daar een bal in de kloten, denk ik. Oh, nu moet hij binnen en hier is hij dan. Mooi toe. Eden Hazard en alles kan hem. Laat er eens iemand op goal trappen. Oh, Bino! 5-1. En de wedstrijd zit erop. Servië wint het WK. En een striker? Nee, hij heeft gewoon een lelijke witte jas aan. Sterk. Nou, heel sterk toch? Humor, alles. Taalgebruik. Ik had u binnen niet eens door naast u stond. Ja, dus je moet wel uw eigen stijl ontwikkelen, vind ik. Zo niet nadoen. Nee, maar gewoon sterk zit, beloftevol. Voilà, heel mooi. Ik dacht dat ik de allereerste was die binnenriep, maar blijkbaar heeft er nog iemand daarvoor. Ik ben ook geweest op dat toernooi. Ik heb daar ook toch een keer of 20 binnen moeten zeggen. Op de foto en dan met dan binnen zeggen. Al die mensen die kwamen ook op de deur en Frank, ja, ik weet dat je het niet graag doet, maar zou dat toch nog eens niet willen doen? Allee dan, ik zal het nog eens doen. Het was wel plezant, hè? Het was wel een beetje koud, vond ik. Het was ijskoud. Als je stilstond. Het was echt heel koud. We gaan dat nog eens doen in de zomer. En dan normaal gezien wel. Het was wel fantastisch, ja. Ja, want er waren ook mannen die effectief in korte mouwen speelden, maar zonder mouwen speelden. Er was een ploeg Cameroen. Die hadden het shirt nagedaan van Cameroen in 2002. Dat nu verboden is, hè? Ja, voilà. Kijk, en het ziet er oké uit, hè? Ja. Goed nagedaan. Ze hebben er ook zwarte t-shirts onder gedaan, omdat het toen effectief zo moest. Maar die mannen hebben geen groene t-shirt gekocht of zo. Die hebben dat effectief zelf gemaakt. Want dit waren de t-shirts toen ze net gekocht waren. Het waren witte t-shirts. En dan hebben ze die dus... Hebben ze daar eerst zelf de vlag van Cameroen, dit vind ik het beste, over een gsm, die daar opgetekend. En dan hebben ze die t-shirts zelf groen geverfd. Dus het waren misschien niet de mooiste shirts die er waren, maar wel shout-out naar Team Cameroen, want het is heel creatief. Absoluut. Ja, ja. Heel knap. Welkom, Sideshow Dan. Main man Sam. Heb jij nog iets anders voor ons? Ik heb iets, het Louis-momentje van de dag. We hebben dat niet meer elke dag kunnen doen, spijtig genoeg. Maar als Louis iets online zet, dan is dat eigenlijk... Dat lag eerder aan ons en niet aan Louis, heb ik het gevoel. Ja, sommige dingen mogen wij ook gewoon niet gebruiken, spijtig genoeg. Dat is jammer. Okay. Maar Atemas is geweldig op sociale media, op Instagram. Ik denk niet dat er een trainer is die slechter is met sociale media als Atemas. Maar Louis van Gaal heeft vandaag uitgesproken voor wie hij vanaf nu gaat supporteren op het WK. Hallo, beste Marokkanen. Ik heb een groen poloshirt aangetrokken. En jullie weten best wel waarom. Want het groen zit in het shirt van Marokko. Ik hoop dat jullie in de finale komen. Ouzout Atlas. Mabouk Maghreb. Yalla. Yalla. Hij is precies al over de uitschakeling. Ik denk dat Louis van Gaal dingen nu wat sneller kan jullie afzetten. Doet hij zijn sociale media ook via soort? Ik dacht, we doen met mondiaal. Maar... Nee, dat zou fantastisch zijn. Ja, absoluut. Dat zou ook pas echt succes zijn. Maar ik denk dat hij ondertussen in knokken zit. Hij heeft daar een optrekje gekocht. Hij zal daar wat uitrusten en wachten op een telefoontje. Dus Louis, als je kijkt naar de Vlaamse televisie, we willen je heel graag hier hebben. Je mag hier komen zitten, je mag overal komen zitten. Kom gewoon naar Mid Mondial, alsjeblieft. Hallo. Hoe schatten we het WK van Nederland in? Ja.
Het was geen wereldploeg. Hè. Laat ons duidelijk zijn. Geen Van Persie, geen Robben, geen Sneijder. Er zitten 2-3 echt goede voetballers in. Depay natuurlijk. Maar Depay, ja, toch moeilijk. Speelt weinig bij Barcelona. Maar door Van Gaal, ja, geloof ik, ja, met die ploeg. En ook, ja, uiteindelijk kan. Hè, want als je verliest, met penalties kan het altijd. Dus ja, ik denk niet dat die ploeg de kwaliteit had om wereldkampioen te zijn. Maar ze zijn wel doorgeraakt en wij niet. En ja. Het was toch wel... Maar die ploeg van 2014 was beter. Ja. Aanvallend zeker. Absoluut. Ja. Wel. Maar het is de grote Van Gaal show geworden. Ja, toch? Te hij veel. Hij heeft alle aandacht naar zich toegetrokken. Ja, ja. Ik vind dat hij te veel zo stand-up comedy is beginnen doen. Zo, men verwacht dat ik grappig ben en dan moest hij dat ook doen. Een beetje zoals Raymond Goethals naar het einde van zijn met carrière. De kusjes, en bedoel. Ja, van... Okay, ja, je moet altijd maar de grappigen uitdagen. Hij zat selfies te trekken met journalisten op persconferenties. Ja, natuurlijk. Ja, als ze dat vragen... Ja, ik heb u vandaag ook selfies zien trekken. Ik heb u vandaag ook selfies zien trekken. Ja, dat is waar. Ik was vooral teleurgesteld in het toernooi van Bergwijn. Ja, misschien wel. Ja. Die was toch zwak en daardoor dat het op een frivole manier niet echt lukte. Maar, dat is wel... ja. Maar Gakpo komt er dan wel volledig uit, hè? Niet? Ja, natuurlijk. Dat is ook wel waar. Wel leuke momenten, Gakpo is zeker. Maar je kunt ook niet verwachten dat die ploeg wereldkampioen is. Maar de Nederlandse pers is wel heel streng. Hè? Zij zeggen van, kijk, als je dan toch kiest voor de grote Van Gaal-show, dan moet je beter voetballen. Ja, dat is een beetje de tendens. Nederland is dat altijd zo. Polder Catenaccio en ja, ze speelden in 2014. Ja, maar het was toch... Ze het was niet mooi, maar ze... voetballen dan dat weet ik niet. Ik bedoel... Maar de kwaliteit hadden ze niet, geen dat je net zegt, om is... echt wel voetbal te spelen. Eigenlijk België meer talent. Eigen is aan Nederland toch, ja. Niet? Je hebt Frenkie de Jong, die toch geen al te strikt toernooi gespeeld heeft. Nee, ook niet. De Paai, ja, gekwetst geweest. Maar de Paai gekwetst geweest. En Van Dijk zelfs. Van Dijk ook niet overweldigend. Hè? Ik had ook het gevoel dat toen ze 2-2 maakten, dat hij echt bewust op de penalties rekende. Dat hij in de verlengingen niet meer full gas heeft gegeven om... Ja. Dat is wel een... Ik weet dat dat mentaal waarschijnlijk heel moeilijk is voor een ploeg. Je maakt 2-2 in de laatste minuut. Je hebt dan die 5 minuten break voor de verlengingen. En dat is logisch dat je terug gaat denken... Ja, maar wacht, het is nu gelijk. We gaan op 2 gedachten. Maar eigenlijk mogen ze dat echt niet doen. Hadden zij gewoon ballen blijven tanken naar de Jong Weghorst, hadden ze volgens mij sowieso gescoord. Maar die Weghorst had gewoon de held van de natie kunnen worden. Ja. Echt, wat heeft je een penalty gescoord ook. Hè? Meer dan alles. Is een alles de, had een Trezeguet kunnen worden van... Ja, echt alles. Van Nederland, hè. Ja. PSG destijds ook, hè, ingekomen, 2000, gescoord. Ja. En... Ja. Kunt je op penalties trainen, Sisse? Ik vind dat niet. Want daar heeft Van Gaal gezegd dat ze dat enorm veel gedaan hebben het laatste half jaar. Zijn. Ja, bij de club zelfs. Hè, moesten ze altijd maar penalties trainen. Maar eens dat je daar staat, is een heel ander gegeven dan dat je op training even een balkje gaat trappen. Ja. En kan dat niet helpen? Door het op training heel de tijd te trappen? Altijd dat toch diezelfde trap gaan doen. Dat kun je doen. Maar ja... Als je in de rechter staat, gaat niet altijd diezelfde trap, want dan is het simpel. Hè? Dan gaat de keeper ook naar dezelfde kant. Maar was jij iemand die altijd de bal opeiste bij een penalty of net niet? Wist je van jezelf, ik ben daar goed in of ik ben daar slecht in? Ik was geen penalty-specialist. Dat is was wel ik, raar voor een aanval. Ja, maar ik heb ze wel heel dikwijls gegeven ook wel. Oeh. Ja. Omdat niemand durfde? Op een gegeven moment is dat gekomen, het eerste jaar dat ik echt doorgebroken ben. Dan scoorde ik de eerste match, wonnen we. Scoorde ik 2 keer, denk ik, of 3 keren. Tweede match scoorde ik 3 keer, waaronder 2 penalties. En dat was op dat moment eigenlijk degene, Mark van der Linden gaf ze normaal gezien, die was er al af. En dan zou het normaal gezien Harry Knops gekomen zijn, maar Harry Knops zat op de bank, is dan ingekomen. Dus het was puur geluk dat je een penalty-specialist werd. Ik heb die gepakt en ik scoorde 2 keren. En dan bleef ik die weer een tijdje geven en dan miste ik die. En ja, dan moest ik die weer niet geven. En zo is dat eigenlijk altijd wel. Je gaat op een gegeven moment... In Capelle bijvoorbeeld is dat eigenlijk heel raar gekomen. Bij ons Koppie Kortland, dat was zo... Nederlander, dat was echt een specialist. En die gaf die een altijd. En op een gegeven moment die legt die een bal klaar. En die wandelt naar achter. En ik stond er buiten. En hij zegt tegen mij... Sisse, ik heb van de nacht gedroomd dat ik hem ging missen. Neem de gij maar. Dus die zegt, je gaat naar achter. Die zegt dat tegen mij. Ik loop aan en ik scoor die. Oeh, jong. Dus dat was eigenlijk... Ja, de keeper had dat nooit totale verwacht. Totale verrassing. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik in Capelle de penalties allemaal ben genomen. Waaronder tegen KV Mechelen ooit eens. Ja, een zeer belangrijke. Ja. De beker.
Nee. Het is heel raar. Bij Nederland komt nu eigenlijk naar buiten dat ze ook geoefend hebben op het intimideren van de tegenstander. Hè, wat Noppert daar probeerde te doen bij Lautaro Martinez. De Argentijnen deden dat beter. Ze hadden daar blijkbaar een speciale coach voor ingehuurd. Ja, Murphy, Peter Murphy of zoiets. Ja. Die heeft de mental game van het penalty trappen proberen uit te leggen. Die psycholoog die ze hebben ingeschakeld. Ja, die heeft daar les in gegeven, blijkbaar. Ja, maar die deed niet alleen winnen, dat. Hoe penalty series te winnen. Ja, dan is het wel... Volgens mij waren ze... Allee, dat is makkelijk achteraf, maar misschien te veel bezig met de intimidatie van de tegenstander en te weinig met het zetten van hun eigen penalties. Trouwens, wel opvallend. Noppert heeft gezegd dat hij ervoor vreest dat hij nooit meer voor het Nederlandse elftal gaat mogen spelen. Oei. Dat een andere bondscoach hem niet gezet zou hebben en dat hij dus ook denkt dat het bij de volgende niet gaat ik gebeuren. Ik denk dat hij goed genoeg was om onder Koeman gewoon opgeroepen te worden. Absoluut. Ben ik zeker van. Ik heb trouwens opgezocht, ik heb de hulp ingeschakeld van Nathan Verbomen. Als de doelman rood krijgt in de penalty-serie, mocht je hem vervangen of niet? Mag dus niet. Nee. Door een veldspeler, door een veldspeler die op het veld zat. Martinez zat daar dichtbij. Bij een blessure wel. Ja, blessure wel. Dat is... Dus dat is dan weer raar. Tijdens de penaltyreeks, hij vliegt tegen de paal. Dan moet Messi in de goal gaan staan. Dat de bal de vinger breekt of I don't know what. Maar dus bij een blessure mocht je wel wisselen. Ja, oké. Dan zou dus een veldspeler in doel moeten zijn. Nee, dan mag een bankzittende keeper inkomen. Maar bij een rode kaart moet een veldspeler die er nog op stond in doel gaan staan. Ja, leuk weetje om deel 1 mee af te sluiten. Moet Argentinië het WK winnen? Zodat we... Nee, de vraag was nog niet gedaan. Wacht. Moet Argentinië het WK winnen zodat de discussie over de GOAT voorbij is en we kunnen zeggen het is Messi? Voor mij niet. Ja. Messi is gewoon de GOAT. De grootste aller tijden. Dat zou mooi zijn, hè? Wat Messi kan bereiken, wat Ronaldo niet heeft kunnen bereiken. Dus. Het is eerst met uitkleden. Ja. Moet Messi... Nee, want hij is de GOAT niet en hij zal het nooit worden. Hola, wie is het dan wel? Ik zit in team Cristiano. Ronaldo GOAT, sowieso. Cristiano. Maar als Messi een WK wint en Ronaldo niet, dan... Ook niet. Nog steeds niet. Okay. Wat moet je dat ik zeg? Ja, maar Marokko sowieso. Hè. Maar is daar ook een GOAT dan bij Marokko? Ja, heel die ploeg is GOAT. Moet Messi het WK winnen met Argentinië, zodat de discussie over de GOAT voorbij is en het definitief Lionel Messi is? Ja. En wat als hij het niet wint? Dan blijft hij nog altijd de GOAT. Dus Ronaldo, Maradona, Pelé, Cruyff. Wie? Wauw. Ja, Ronaldo heeft het op verschillende plaatsen gedaan. Messi, ja, PSG is makkelijk. Ik kan kampioen worden met PSG. We onthouden dat Leroy kampioen kan worden met PSG. Niet enkel in voetbal. Handbal, basket. Ik kan alles met PSG. Moet Argentinië het WK winnen, zodat de discussie over Lionel Messi definitief voorbij is? Ik denk dat nu officieel bewezen is dat je absoluut niks van voetbal kent als je met die stelling afkomt. Dus ik wil dan meteen de vraag eigenlijk stellen aan misschien wel de grootste voetbalkenner hier allemaal. Frank, wie is de beste voetballer aller tijden? Maradona. Dus Messi ook, hè, bedoel. En Sisse? Maar moet... Ja, maar ik ken niks van voetbal door die kans. Vraag. We hebben nog een tweede kans. Voor mij zijn die allemaal goed. Laat ze allemaal goed. Maradona, Sisse. Ja, vergelijken is moeilijk, maar... Ik heb hem tegen Maradona gespeeld en ik vond die eigenlijk toch wel redelijk goed. Dacht dat je Hans-Peter Leenhoff ging zeggen. Ja, dat was mijn tweede keuze eigenlijk. Maar als Messi het WK wint... Maar wat heeft dat met dat winnen te maken? Want er zijn Ryan Giggs heeft nooit kunnen meedoen. Wel een fantastische voetballer. En zo zijn er nog wel een aantal. Haaland. Haaland. Je hebt ook pech dat je in dat land dan geboren bent, bij wijze van spreken. Nee, maar de verdediging om te zeggen dat Maradona de GOAT is, is toch vaak... Ja, omdat hij schittert op WK's. Ja, op 86 heeft hij echt die ploeg... Zet ongeveer in 80% van de doelpunten was hij betrokken. Hij heeft die ploeg echt naar de wereldtitel gesleurd. En Messi is een beetje op weg. Is ook, ja, trekt ook zijn... Maar Messi is meer over zijn hoogtepunt dan Maradona in 86, vind ik. Ja, dat vind hij is ook. Iets minder snel. Hij is nog altijd fantastisch en hij dirigeert en... Hij is ook veel heftiger dan in de vorige week Kaas. Ja, vind ik zoals ook. Zij reageerde na die winst tegen Oranje. Dat is meestal ook omdat je niet 100%... Nee, ik vond hem zo opgefokt. Ja. Waarom moet hij dan gelijk gaan halen bij Louis van Gaal? Marien, denk je dat hij dat daarom deed? Iemand die niet... Die, als je Messi vindt, supervoetballer. Hè? Maar ik vind hem dit WK... Vind ik hem niet... De beste. Terwijl... Nee, maar hij is wel de beste versie van zichzelf wat hij op dit moment kan zijn, vind ik. Hij is op dit moment is een beslissend, hè, want je ziet die pas die het hem geeft van de week. Maar hij is niet heel de wedstrijd beslissend. Maar dat kan hij niet meer.
Ja, maar nee, maar dat bedoel ik. Dus dat hem niet meer de echt dominante speler is die hij was. Ja. Maar hij heeft nog altijd wel zijn flitsen, waardoor dat Argentinië wel wereldkampioen kan worden. Dat moment met Van Gaal trouwens, iemand heeft daar een tatoeage van laten zetten. Echt waar. Ja, maar kijk, je moet daarbij Andapaya Bobo. Dus en echt... ook David en Van Gaal gewoon. Ja, David en Van Gaal staan er mee op. Dus echt het hele tafereel heeft iemand laten tatoeëren. Ja, maar ik vind het zo raar dat hij dan... En dan roept hij iets tegen Weghorst en zo. Ja. Zo agressief en die Martinez... Argentijn is die daar gedragen hem. Ik vond dat er echt wel over, ja. Het was echt persoonlijk voor hem, precies. Ja, dat was echt qua fair play en sportsmanship. Ik vond dat zo, ja. Ik vond dat raar. Was natuurlijk. Een reportage op Nederland. En die waren het Argentijnse kamp gaan bezoeken. En hadden alle Argentijnse journalisten geïnterviewd. En die waren lyrisch. Hè. Die zeiden, eindelijk zien we de giftige Messi. Ja, ja. Eindelijk zien we een winnaar die wil strijden voor zijn land. Hij is venijnig, echt. Hij gaat wat over het randje, maar wij vinden dat cool. Wij vinden dat leuk, want dat willen wij zien. Maradona had dat ook. Maar ik denk ook dat die spelers door de Argentijnse media wel zijn opgefokt. Want die vertalen dan persconferenties van Van Gaal en zo. En dan wordt dat natuurlijk veel verhevigd. Maar het klopt wel wat Evert zegt. Maradona zou dat ook wel kunnen doen, zo ineens. Zo, ja, Maradona had veel meer charisma van zichzelf. En die kon die wel opjagen. Ja, ja. Maar dit Maradona, vond ik zo... de vechtpartij tegen Bilbao en zo. Maradona ging er toch ook ver over. Ja, maar ze hebben Maradona zijn been ook overgetrapt, die van Bilbao. Hè. Ja, maar die startte gewoon straatgevecht. Ja, maar die kon zo. Dus dat was Cantona. Ja, wel, dat giftige kantje moet je wel dat hebben mooi. Als goal. Als je iets tegen Maradona zegt, neem Frank dat ook persoonlijk. Dan wordt het kwaad. Dan wordt het net zoals Messi. Nee, maar... De opa, breng het hier niet af, hè, Frank. Je ziet genoeg les. Maar als ik de jonge Jan Mulder was, dan ging ik buiten. Die deed dat, hè. Jan, dat was zo'n soort gimmick, die ging dan buiten. Hij deed alsof hij boos werd. Blijkbaar was het gebaar dat hij deed naar Van Gaal. Zo. Ja. Had dat met Riquelme te maken? Dat was de viering van Riquelme vroeger altijd. En Van Gaal was niet de grootste fan van Riquelme toen die samen bij Barcelona zaten. Ja, dat is waar. En... Riquelme is bij Barcelona eigenlijk niet doorgebroken. Hè. Heb jij ooit tegen een coach echt een teken gedaan? Of neus aan neus? Of gezegd, onder u speel ik niet meer? Nee. Onder iemand niet spelen, nee. Het was andersom. Mocht niet spelen dan. Dat is iets anders. Dat is, maar om even terug te komen, hè, hetgeen dat je net vroeg. Als je nu een wedstrijd hebt en je speelt een waanzinnige goede wedstrijd, dan mogen ze roepen naast het veld, wat ze willen, dat hoorde niet. Maar speelde slecht, dan hoort alles. En dat is ook hetgeen dat ik vind op dit moment dat mijn missie is. Hij is dan niet, allee, blijft top, hè, sowieso. Maar hij mankeert dat net iets meer, waardoor dat die giftigheid er wel meer komt. Kan dat een voordeel dat wil zijn? Misschien wel. Maar er zijn ook sommige spelers, ook in andere sporten, die net iets horen en daardoor extra gemotiveerd geraken en dan nog beter beginnen spelen natuurlijk. Dus... Ja, maar dat kan ook gebeurd zijn. Maar dan als je gewonnen hebt, gaat je misschien wel je gram halen net. Maar wel bij de winst eigenlijk, is Messi de enige die naar de keeper gaat. Hè? Ja, Martínez. Terwijl die keeper toch... Die penalty-serie ook voor hun wint, vond ik ook wel mooi. Ja, de enige die rechtstreeks naar die keeper gaat. Ja, dat is waar. Maar Argentinië heeft van oudsher wel een voetbalcultuur die wel gaat over intimidatie. Ja, en en dat iedereen weet, Argentijnse competitie is beenhard. Uruguay heeft dat ook. Hebben dat maar ook. Dat is de Zuid-Amerikaanse competitie, toch? Over het algemeen. Die gaan er wel net iets over. Dat mag ook iets meer, ja. Van Messi en Martinez was het ook niet omdat zij tijdens de Copa America heel close waren. Ik denk dat Messi toen ook Martinez constant aan het ophemelen was van hoe geweldig die aan het keepen was toen ze de Copa America vorig jaar gewonnen hebben. Dus ik vond het ook heel mooi dat hij als enige daar naartoe ging. Hij is als allereerste. Ja, op de rustdagen doen we geen all-star team, maar een alternatief team. Ja, een alternatief team. Omdat Marokko het eerste Afrikaanse land is in de halve finales van een WK. Een all-African team. Dus de beste Afrikaanse spelers aller tijden. Op een WK of... Ik zou zeggen op een WK, maar jullie bepalen. Ja, maar op de meest, elftal zijn. Die op een WK gestaan hebben. Ik denk, dus 4-3-3 of zoiets. Ja. Ja. Maar ik geef hem een bril opzet. Je mag zeker je bril opzetten. Aan de mensen die mij al eens op gewezen hebben dat ik iets fout heb geplakt of geschreven, ik sta niet in voor eventuele namen die ik verkeerd schrijf. Ja, maar allee, ik dek me al in, ja. Militao en Paqueta met elkaar verwisselen, Dennis. We hebben hier achteraf naar het bord staan kijken en jij hebt niks gezegd, Evert. Dus rustig. Beginnen we vooraan of achteraan? De doel. Sowieso in doel. Okay. Dat is toch alleen maar een vraag die een basketrenner kan stellen. Ik weet, misschien het al, begint je toch verder. Misschien willen jullie eens een keer iets anders doen. We hadden het er daarnet over en jullie hebben alleen maar over aanvallers gepraat. Dat zijn belangrijke dingen. Dat is het probleem. Je onthoudt veel makkelijker de aanvallers, de mannen die en er zit hier een aanvaller, dus ik dacht... Hè? Ja. De doelman. De doelman. Ja. Ik zeg Boubacar Coppa. Ja.
Van Lokeren en Beveren. Frank heeft me daarnet op voorhand al overtuigd, eigenlijk. Ik had een Kono van Espanyol en het Cameroense nationale. Rufai, ook goed. Die Kameni? Ja, ook goed. Ja, Rufai. Maar ik vind Coppa wel mooi. Gaan we Bounou echt niet noemen? Nog Bounou, niet. Maar, nog kan we nu de allerlaatste versie ook nemen? Ja, maar, want dat is moeilijk. Hè? Want dan moet je ook Salah zitten. En, dat mag, hè? En Sané en zo, ja. Tuurlijk. Ik vind dat dat ook mag. Ik vind dat moeilijk. Oei. Daar heb ik geen rekening mee gehouden, Dennis. Want Bounou is fantastisch dit WK en is een van de redenen waarom Marokko in de halve finale staat. Ja, maar dat is waar, maar dan moeten we alleen spelers van misschien nu nemen. Misschien moeten we dit WK niet meetellen, want het kan zijn dat hij nog super hard floost en dat ze daardoor het nog uit handen geven. Dat is voor basketters. Hè. Maar wie pakken we dan? Coppa? Jullie willen Coppa? Bakar ook, omdat wij daar een hart voor hebben. Beveren, Lokeren. Sissen, heb jij daar nog tegen gespeeld? Ja. Gescoord? Waarschijnlijk wel, ja. En hij heeft de Coupe d'Afrique heeft hij zijn hele penaltyreeks fantastisch gedaan en was hij de held van de natie. En ook een vrolijke Frans, moet ik zeggen. Oké, willen jullie 4-3-3 spelen? 4-4-2? Ja, 4-3-3, ja. 4-3-3. Rechtsachter. Dat is al moeilijker. Jeremy had ik. Ja, oké. Okay. Cameroen, ja, ja. Real Madrid. Oké. Okay. Degelijk. Links, Baba Yaro. Hè. Ja. Linkse ja. back. Mooi. Celestin. Fantastisch. Je hebt nog tegen Celestin gespeeld. Ik heb een van de eerste matchen dat Baba Yaro op linksachter stond tegen Anderlecht. Dat was het jaar, het Wembley-jaar dan. Dan heb ik eigenlijk bijna een heel jaar rechtsmidden gespeeld. Omdat ik Czerniatynski als enigste van voor stond. En dan moest ik tegen de 16-jarige Baba Yaro. 16. En ik dacht van, oh, dat gaat hier wel een makkie worden vandaag. Want dat viel toch wel redelijk tegen, moet ik zeggen. Hij heeft toch een fantastische carrière. Ja. Okay, maar hij zou wel jonger zijn geweest nog, hè? Toen hij erin kwam. Was 15 of zoiets. Of, ja. We weten het niet echt, hè. Nee. Maar hij heeft ook met Nigeria de Olympische titel gewonnen. Hè? Ja. Want we zeggen altijd, Afrika nooit iets gewonnen, maar wel Olympische Spelen in 1996 met een fantastische ploeg. Amokachi, Kanu. Die komen er nog. Sorry. Centrale verdedigers. Centrale verdedigers. Ik had daar Rigobert Song en Taribo West. Ik en Naibet, Marokko. Fantastische centrale verdedigers, wel langer geleden. Naibet. Ik kies voor West. Taribo, ja, omdat hij zo'n palmboom op zijn kop had. Dat was West geen wereldvoetballer. Dus West zet ik sowieso al. Ik hoor twee stemmen daarvoor. Evert, spreek. West en Naibet. Oké. Ik denk een ver compromis. Naibet. En ook nog tegengespeeld, Sisse? Tegen Naibet, schrijf je dat? Nee. Maar ik was net aan het zeggen. Je zit West, links. Maar dat kan niet, want het is Noord, Oost. Dus West moet terug. Die was wel linksvoetig, toch? Ja, die had het bangelijkste kapsel ooit. Hè. Die had zo'n soort ananas op zijn kop gezet. Ja. Oké. Okay. Ik heb geen idee of ik Naibet juist schrijf. Maar Naibet, met Y. Ja. N-A-Y. En dan N-A-Y-Bet. Naibet. Oké, centraal. 4-3-3 is het? Ja. Oké. Controlerend op de 6. Ja, Touré. Je hebt ook Belloumi, Algerijn, die tegen in 1982 tegen Duitsland het winnende doelpunt maakt in de poolfase. West-Duitsland nog. Belloumi, fantastisch. Belloumi op de 6? Ja, blijkbaar. Ja. Belloumi, echt. Ja. Frank kan dit het beste, denk ik. Hè? Maar, daar kan ik u niet tegenspreken. Touré moet er ook wel in, moet ik wel toegeven. Oké, Touré op de 8 dan. Ja, zoiets. Ja, dat was ook zijn positie, toch? Ja. En is jij daarnaast? Of willen we een echte tien, toch? Boateng. Ja. Ook niet slecht. JJ Okocha, gewoon. Kokocha, ja. Voor voilà, die stond bij mij al helemaal van boven. JJ Okocha. Hij heeft een eigen dribbel, hè. Welke doe je eens voor? Dat kan ik niet. Dan breng je twee benen tegelijk. Maar je hebt de Zidane, je hebt ook de Derwaal in het turnen bijvoorbeeld. Okocha heeft een eigen beweging. Zo, dus. Maar er zijn... Okocha moet er zeker... Ik ken een gast in het Mechelse die JJ heet. Daardoor. Die is genoemd naar JJ. Jappie, word ik ook graag gehad. Omdat het ook een term is die op vele redacties gebruikt wordt voor het liefdespel. Ja, dat is waar. Jappie. Ik vind dat een doorslaggevend argument. Ook goede spelen, maar oké, dat net iets te licht. Dus het middenveld, Belloumi, Touré, Okocha. Omdat Okocha zo een beetje rechtshalf staat, kunnen we naar links buiten zetten en toch twee spitsen. Kan allemaal. Praktisch anders. Oeh, dat is moeilijk. Dat doen we allemaal. Wie zetten we links buiten? Nee. Ik bedoel, we spelen 4-3-3. Wie staat er nu? Twee man al, hè? Belloumi, Touré, Okocha. Dan moet je zelfs kiezen tussen Eto'o en Drogba. Zijn er drie, ja. En Rigobert Song laten we vallen. Ja, we moeten keuzes maken. Oké, vooraan dan? Vooraan. Hoeveel hebben we nog over? Drie plaatsen nog. De linksbuiten. Ja, Finidi kan daar spelen. El Hadji Diouf van Senegal. Diouf. Was Finidi ook niet meer rechts? Nee.
Ja, maar wat doen we dan met al die spitsen? Ja. Eto'o kan links en rechts spelen. Eto'o kan op de kant. Ja, Eto'o kan op de kant. Links? Ja. Eto'o kan ook rechtsback spelen. Ja. Eto'o is Eto'o. Eto'o heeft dus in één match vier plaatsen gespeeld. Echt, Sam. In de spits. Ja, Didier Drogba. Yekini. Drogba, je kunt niet anders. Hè. Ja. Dat is te goed. Maar je hebt natuurlijk ook onze man van Liberia, George Weah. Ook gouden bal gewonnen, hè? Ja. En gouden bal nooit, en president. Wel en nooit president. De WK gespeeld, hè? Nee. Liberia was iets te kan klein. Kan hem toch is in ons team, hè? Is een WK-show. Dus. Oké, dan niet Liberia, oké. Nee. Ja, ze bellen mogen niet meedoen. Ik zou het s'nachts... We hebben nog één nodig. Rechts vooraan. Wie komt daar? Yekini, Mané. Mané. Je hebt ook nog Salah. Mo Salah, hè? Ik zet Mo Salah rechts, ja. Ja. Kom. Daar speelt hij toch ook enigszins bij Liverpool. Heeft hij wel op het WK gespeeld vorige keer dan? Denk je. Okay. Oh, ja. Dus ik zal even overlopen. Het team is Coppa in doel. Achteraan Babayaro, West, Naibet en Jeremy. Bellumi, Touré, Okocha op het middenveld. Eto'o, Drogba, Salah vooraan. Majer zijn we nog vergeten eigenlijk. Maar ja. We kunnen nog een heel deel met mensen die we vergeten. Ahmed Hassan van Anderlecht. Ja. Is op 180 interland. Die was vooral goed in de Afrika Cup. Die heeft dat een paar keer gewonnen. Fantastische speler ook. Hè. Maar ja. Goed. Sami Kufour zijn we ook mee. Zo blijven we bezig. Hier van Bayern. Sami Kufour kan eventueel terug. Achteraan als reserve. Frank, de vorige keer dat je hier waart, hebben we een leuke quiz gespeeld. Raas tegen quiz. Winkelmans. Jij hebt die gewonnen. Het is tijd voor deel 2. Sisse, wilt je meedoen? Ik wil wel meedoen, ja. Dat komt goed uit, want we hebben nu al een bordje gegeven om mee te doen. Stoel van. Ik heb een vraag over elke halve finalist en over onze gast. Oeh. Zij had al één punt, eigenlijk. Dus daar ben ik niet zeker van, eigenlijk. Maar dat zullen we zelf zien. Zo goed ken ik mezelf ook. Vraag 1. Over welke Argentijn zei Maradona dat hij de beste spits is waarmee hij ooit heeft samengespeeld? Huh? Maradona. Over welke Argentijn zei Maradona dat hij de beste spits is waarmee hij ooit heeft samengespeeld? Oké. Okay. Laat jullie antwoorden maar zien. Spannend. Batistuta? Valdano. Batistuta. Batistuta is juist. Winkelmans in het verlies. Als Frankrijk wereldkampioen wordt, dan is het de tweede keer dat een land zichzelf opvolgt. Welk land was dat de eerste keer en wanneer? Dit is mooi. Als Frank zijn bordje draait, omdat hij zeker een antwoord weet. Ja, maar hij kijkt af. Ja, maar hij zit hier zo wel een tijd te loeren. Dit is een mooie meerwaarde voor de podcastluisteraar. Wacht. Allee, Evert. Nee, ik weet het niet. Ja, dan moet het passen, want ik ga de antwoorden moeten vragen. Italië 30, 34 en 38. Dat is niet juist. Italië. Ik wou zeggen West-Duitsland, maar dat klopt niet. 86, nee, klopt 90, maar ze verliezen. Uruguay. Brazilië. Dat is ook niet juist. Brazilië is wel juist. In 58 en in 62. Ah, we hebben het er nog over gehad, Frank. 58 heb ik juist. Dat krijgt door een half. Nee, maar wereldkampioen niet. Maar Italië is ook in 34 en 38 wereldkampioen. We hebben het daar nog over gehad, over Brazilië. Ja, dat is zo. Chitoch. Kroatië slaagt erin om met slechts... Italië 34 en 38, klopt inderdaad. Back-to-back. Okay, onze redacteur wordt nu op dit moment ontslagen. maar het is... Frank heeft gelijk. Het wordt nu bevestigd. Frank heeft gelijk. Tuurlijk, punt voor Frank. Opnieuw. Twee keer dezelfde coach, Vittorio Pozzo. En Meazza speelde daarin. Hè. Het Meazza-stadion. Van Inter. Krijgt geen extra punt voor al die leuke weetjes. Bedankt. Meazza heeft ook Milan, heeft alle leden Milans gespeeld. Denk het ook. Ja. Kroatië slaagt erin om met slechts 4 miljoen inwoners een WK-finale te halen. Dat is geen record. Welk land behaalde de finale met op dat moment slechts 1,6 miljoen inwoners? Finale of winnen? Finale. Maar dan kun je hem ook winnen, hè? Ja, maar hebben ze hem gewonnen? Ze hebben hem gewonnen. Ik zal een goed hart laten zien. Oké. Okay. Ik zeg Uruguay. Uruguay. Nee, ik had Tsjechië. Die zijn zelf geen Uruguay is juist, maar ik heb geen vertrouwen meer in de juiste antwoorden. Maar ook even een punt. Heel mooi. Wel op je geschrift letten, Frank, als dat kan, dank u. Voor het WK van 86 en 94 had Marokko een supporterslied gemaakt van een Vlaamse slagerzanger. De titel van het liedje is Les Lions d'Atlas sont vraiment des champions. Welke Vlaamse slagerzanger? 86 en 94.
Het is een onmogelijke vraag, vind ik persoonlijk. Ik denk dat ik het weet. Zijn grootste hit, zal ik als bonus geven, is Verlaat me nooit. Oh. Wat? Oh, ze weet het dat daardoor. Ja, dat kan niet. Goddikke. Verlaat me nooit. Ah, is hij bekend, Sam? Is hij bekend? Nooit, liefste, nee, verlaat me nooit. Huh? Dat klinkt wel juist. Ja. Wie is het dan? Ah, laat het zien. Ja, maar ik weet niet of dat hem het is. Wiltuur, heb ik gezegd. Nee, maar, dan maar is het niet juist. Johan Vermine. Nee. Jimmy Frey. Nee. Jo Valli. Salim Segers, a.k.a. Ja. Jos Aerts. Salim Segers. Tjuto. Sorry. Salim had verteld. Oh, ik ben slecht bezig, man. Ja, dat is waar. Moeten we het even beluisteren, ook het lied? Dat mag. Ja, dat is wel mooi. Liefste, hè? Nee, verlaat me nooit. Verlaat me nooit. En nu, liefste, nee, verlaat me nooit. Liefste, nee, verlaat me nooit. Ach, voilà. Voilà. Het is de Wesley Song van zijn generatie. Waarom, Salim Segers. Salim Segers. Prachtige naam wel. De Sisse vraag? Ja. Klaar? Oei. Sisse is topschutter aller tijden voor Antwerp. Is dat waar? Nee. Echt? Moet je daarop antwoorden? Ja, ja of nee bedoel je? Nee. Is al neergelegd, maar goed. Nee. Hoeveel goals maakte hij volgens transfermarkt.be voor de Great Old? Alles competities samengeteld. Alles opgeteld. En volgens transfermarkt.be is het, dus als het fout is, we steken het op de website. Wie er het dichtst bij is, krijgt het punt. Oké. Ziet hem tellen. Ja, man. Als je dat van buiten weet, zie ik dat wel knap. Ik denk 123. 168. 78. Sorry, is het bijna 102. Ja. Oh, pak ik hem. Ja, je pakt hem. Mooi. Okay, sorry. Maar Frank wint wel weer. Zeg, en voor de hand, vriendenmatchen en al bij. Ja, maar ja, niet tegen Gorent, hè. Ik ben Wikipedia aan het kijken. Er staat een ander cijfer, maar Wikipedia is niet altijd correct. Nee, Transfermarkt is correcter. En hoeveel waren het er? Hier staat 69, maar... Nee, voilà. Dat is helemaal fout. Ik heb eigenlijk 78. Ik heb... Ja. Goed, Dennis, je had een weetje over de bal. Ik heb een weetje over de bal, want er komt een nieuwe bal aan voor de halve finale en de finale. Dus we gaan ineens nog met iets anders spelen. Adidas dacht, er is een nieuwe manier om nog wat meer geld te verdienen. En dat is om nog een andere bal te maken, zodat mensen die ook gaan willen kopen. Ik vind het wel mooier dan de andere. Maar het is dezelfde. Het is dezelfde. Ja. Het is maar er zitten meer chips in, blijven. Meer chips? Ja, betere chips. Hij is lekkerder dan. Maar. Ja. Nog meer. Paprika. Nee, maar het schijnt dat er nog beter kan opgerekend worden. Hij is duidelijk. Hij is in de kleuren van Qatar. Ja, misschien is het daarom. Ja, het Qatar is in de kleuren van Qatar. Nog iets extra wou. En ik heb nog iets anders, want jullie hebben weer moeten gokken. Allee, tenminste, moeten pronosticeren om geld te verdienen voor jullie goede doelen. Pleegzorg Vlaanderen en Stichting Darmkanker voor Evert. Evert, je hebt het niet goed gedaan. Je hebt 0 euro binnengehaald, dus je dat staat weer altijd niet, op 1000 euro. Jongen. Ja, ik heb niet voor jou. Oh. Ik heb niet voor jou gestemd, hè. Voor jou gekozen. 0. Sam heeft 600 euro binnengehaald. Dus Sam staat op 1700 euro. Uiteindelijk, winkelmans. Jullie hebben ook opnieuw kunnen pronosticeren. Het was voor de halve finales. Argentinië-Kroatië. Daar zegt Sam verlengingen. Evert zegt Argentinië. En voor Frankrijk-Marokko zeggen jullie allebei Frankrijk, wat heel teleurstellend is. Ja. Dus een vlag. Sorry daarvoor. Ja, tuurlijk. Even naar onze gasten vragen ook. Wie wint het WK? Er zijn nog maar 4 opties. Dat is waar. Ik ga toch voor Frankrijk. Ik spijtig nog ook voor Frankrijk. Ja, ik vind Mbappé nog altijd wel heel straf. Wat lacht hij mij uit? Het is er ook heel... Hij zegt, je spijtig genoeg ook Frankrijk. En jij zit daar zo met je korkjes van Franse nationaal. Ik weet niet of jij het vergeet, maar je hebt letterlijk een jasje van Frankrijk. Ja. En de winnaar vandaag van de quiz was Frank. Dus... Ja, mocht inderdaad nog wel. En hij is rijk. Rijk? Voilà, met dit gaan we jammer genoeg moeten afsluiten. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot morgen. Bye. Frank, welkom op mijn zolder. Jazeker. Maar ik heb iets heel uniek voor u vandaag. Het is iets met een ticket, denk ik. Het is een toegangsticket van het allereerste WK in Uruguay in 1930. Misschien niet de finale, maar toch wel een beetje. Je weet dat stadion dat is pas afgeraakt tijdens het WK zelf. Waar ze de finale gespeeld hebben. Dat is ook op tijd. Gefloten door John Lange, dus. Hè? Correct. Die in de buurt van Beerschot woonde. En de tribunes hadden een naam. En je ziet, achter de goal was het tribune Amsterdam. Ja, mooi. Mooi. En dit zat er ook bij. Komt te verder, een boot waar de Belgen
mee naar Ginders in gevaar. Hè? Ja. Ja, het is de menukaart van de Conte Verde. Maar je weet dat ze met 3 landen op die boot zaten. En niet alleen België. Hè? Ik heb gelezen, die waren 8 weken van huis. Waarvan 2 weken met de boot heen en 2 weken met de boot terug. Bernard Voghoff woog 7 kilo meer toen hij terug in België aankwam. De topschutter van Liers. Ja, maar ik denk als je inderdaad elke dag een 6-gangenmenu eet, dat je wel 7 kilo kan bijkomen. Ik hoop dat dat op de terugreis was. Ze zijn ook gebleven tot het einde van het toernooi. Hè? Ja, de boot vertrok pas als iedereen. En hebben dan nog wedstrijden gespeeld, de Belgen tegen plaatselijke teams? Zo. Gewoon om bezig te blijven. Omdat ze er toch waren. Ja, dat is... Kijk, menukaart heeft ook een achterkant. Dit zijn alle handtekeningen van de Belgen die op die boot zaten. Wat ik ook heel opvallend vond, is Raymond Breyne, een van de beste spelers ooit. Die mocht Pierre niet Breyne was er bij zijn broer, hè? Die was er ook bij. Pierre Breyne was mee, maar Raymond Breyne... Nee, die speelde op dat moment in Sparta Praag. En die, had ook, die was geschorst omdat hij had een café open gedaan. En dat was zijn naam bij, Sportwereld heette dat café. Daar stond Raymond Breyne bij, alleen zijn naam. En dan is hij geschorst omdat je mocht toen geen geld verdienen met voetbal. Dus deze spelers die dit gehandtekend hebben, moesten 8 weken verlof nemen om mee te mogen. Ja, inderdaad. Dat is toch gek. Dat was avontuur, hè. Dat was de wereld ontdekken, hè. Die gingen met een boot ergens spelen in Zuid-Amerika, waar ze nooit geweest waren. Voilà, en met deze menukaart van 1930 nemen we afscheid en zeggen we aan de luisteraars en kijkers, tot morgen.